Wat denk je, Henk? De koffie is op. Hé, hey, ik heb net een bakje gezet. Koffie is op. Ja, en wat dan? En het is tijd voor een bakkie. En het is op. Hoe moet dat nou? Ja, Henk, dat weet ik toch niet. We kunnen zelf een boek schrijven, zoals altijd. Ja, waar gaat dat nieuwe boekje over? In 2003 ben ik op de Aleoeten geweest. En nu in 2010 ben ik er weer geweest. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in dat bochtje, rijtje eilanden daarboven in Barberingzee. En daar gaat het over. Mensen vragen wel eens, hoe gaat het dan als je een boekje maakt met Henk? Er zitten allemaal rare dingetjes, steeds bij, rare bijlagen. Dat hebben we ook verzonnen. Nou, ik heb hier toevallig twee pakketjes net binnen gehad van Henk. Dus voor iedereen die graag wil weten, hoe gaat dat dan? Nou, op deze manier. Dit soort pakketjes kreeg je dan binnen en er staat erop. Henk de Velde, Yacht Juniper. En dat is net nadat hij naar de Aleoeten is geweest. En dan heeft hij hier goed ingepakt. Allerlei waar. Ik heb het doosje al opengemaakt, maar ik moet eerst zeggen, ik heb nog niet gezien wat erin zit. Dus dat is voor mij ook nieuw. Ankerplek. Dit lijkt me iets wat hij was toen hij het verzonde. 58 graden noord. En dat is niet zo heel noordelijk. 154 graden west. Nou, dat is redelijk westelijk. En wat hierin zit, het rammelt een beetje. Dus ik denk, ik hoop dat dit de schelpjes zijn die hij verzameld heeft op Dubai. Dat zijn schelpjes. Ze zijn nog redelijk heel leuk. Die Henk, kijk nou. Het is een paar gesneuveld. Maar over het algemeen kan ik daar wel tevreden mee zijn. Nou, deze laat ik even zo liggen, want dat is allemaal veel te delicaat om aan te raken. En de volgende even. Het tweede pakje van Henk, souvenirs. Aleuten Island. Zat het op de camera? Ik wil de camera houden. Allemaal kaarten. Hè? Hier een mooie kaart van Alaska. En gesigneerd door vriend Henk. Nou, niks van doen zou ik zeggen, Henk. Dankjewel. Ja, wat moeten we hier nou weer mee van gaan maken? Dat moeten we even gaan verzinnen.